Wist je dat aanraking en massage ondersteunend kunnen werken bij de prikkelverwerking van je pup? In deze nieuwe Wist je dat ga ik je een stukje theorie uitleggen over prikkelverwerking bij pups en het nut van aanraking en massage daarbij. En natuurlijk ga ik jullie een stukje praktijk meegeven waar je thuis alvast mee aan de slag kunt. Zoals jullie al hebben kunnen vernemen, hebben wij pas een nieuwe pup in huis en ga ik een mooie eerste massage aan jullie uitleggen. Nou, als we het hebben over de prikkelverwerking bij pups, draait alles om de zintuigen en het zenuwstelsel. Bij pups is alles volop in ontwikkeling. Informatie komt binnen via de zintuigen en wordt verwerkt door het zenuwstelsel. Jullie zijn vast allemaal wel bekend met alle zintuigen. We hebben zien, we hebben horen, ruiken, proeven en voelen. Dus informatie komt binnen en wordt in de hersenen geselecteerd en aan elkaar gekoppeld. En dit noemen we de sensorische integratie. Nou, daar kan natuurlijk heel veel goed in gaan, maar er kan ook wel eens wat in misgaan. De verwerking van deze prikkels is per pup een heel individueel proces en heeft mede te maken ook met de aanleg van de pup. Wat wij zien is dat er per hond een verschil is in snelheid waarmee een zintuig wordt geprikkeld en mede daardoor ook de snelheid van de reactie van de hond. En daarnaast is er ook een verschil in de hoogte van de prikkeldrempel. Is de prikkeldrempel laag, dan kan de hond snel overprikkeld raken. Is deze hoog, dan kan de hond juist te laat reageren op een prikkel. Als we dan gaan kijken, kunnen wij met aanrakingen en massage via het onderhuidse bindweefsel het zenuwstelsel in beweging brengen en een aantal belangrijke processen in de hersenen ondersteunen. En deze processen zijn een belangrijke basis voor de ontspanning van de hond. Als we het hebben over pups, dan gaat het over deze drie belangrijke processen. Dus allereerst is voor ons heel belangrijk dat we het lichaamsbewustzijn kunnen bevorderen. Met zachte aanrakingen leer je de hond dat hij aangeraakt kan worden. En als dat ook een prettige aanraking is en de hond kan ervan ontspannen, gaat hij ook goed bewust worden van zijn lichaam. Daarnaast kunnen we de balans tussen de orthosympathicus en de parasympathicus ondersteunen. En daar ga ik nog iets meer over uitleggen. Wat wij veel zien bij honden is dat deze balans verstoord kan zijn, doordat de orthosympathicus iets meer de overhand neemt en de parasympathicus niet kan zorgen dat het lichaam weer tot rust gaat komen. De orthosympathicus zorgt voor actie, maar zorgt er ook voor dat er adequaat gehandeld kan worden bij stress. De parasympathicus die zorgt dat het lichaam weer tot rust kan komen en dat er ook na een stresssituatie ook het lichaam weer in balans kan komen. Ik noemde het net ook al even, het kan dus voorkomen dat bij heel veel stress, bij een bepaalde prikkelgevoeligheid, dat er ook meer stress optreedt, dat deze twee systemen uit balans kunnen raken. En dan kunnen we dus met aanrakingen en massage daar weer een ondersteuning in geven, dat daar weer meer balans in gaat komen. En als laatste belangrijke proces is voor ons ook dat via aanraking en massage gelukshormonen worden aangemaakt en juist de stresshormonen worden afgebroken. De wetenschap heeft onderzocht en ook bewezen dat na 5 minuten het hormoon oxytocine vrijkomt. En dat zorgt voor ontspanning. En dat ook zelfs na 30 minuten het stresshormoon cortisol afneemt. Nou, alle deze processen zijn natuurlijk belangrijk als basis voor een ontspannen hond. Dus doe daar ook je voordeel mee en begin ook al vroeg, begin ook met de massage van je pup. Dus ik ga jullie zo de massage laten zien van Mila. Mila is hier 9 weken en ik doe een hand-over-hand massage. Dus ik ga hem eerst even uitleggen. Dus waar we mee starten zo is met de hand over de hand. Dus de ene hand volgt de andere hand.
Dus deze techniek is heel verwarmend en geeft dus ook warmte aan het lichaam en veel lichaamsbewustzijn. En prikkelt natuurlijk ook om in alle fronten het zenuwstelsel. Nou, we starten dan meestal op de rug en gaan we zo vanaf schouderbladen richting het bekken. En daarna via de borst richting de buik en richting de achterkant. En heb je het rompje helemaal kunnen doen, dan kun je ook nog met de hand over hand door op de poten. En uiteindelijk een afsluiting op het hoofd. Dus we starten nooit op het hoofd, omdat de hond daar ook even van kan schrikken. Juist als die ook lekker ontspannen ligt. Dus het hoofd pakken we als laatste ook nog een stukje mee. Nou, ik heb er ook voor gekozen om haar nu te masseren. Ze is lekker even aan het slapen buiten. Dus ik ga gewoon eerst met haar kennis maken en kijken of ze ervoor open staat. Nou, ze blijft heerlijk ontspannen liggen. En ze laat het lekker allemaal even over haar heen komen. Dus dit is ook een hele mooie basis, een hele mooie start van een eerste massage. Even een kleine aanvulling doen, want als je op de poten hebt gewerkt, dan hoort het staartje natuurlijk ook nog bij het lichaam en we willen zoveel mogelijk van het lichaam meenemen. En dus nemen we ook het staartje mee via een van de achterpoten. En dan als laatste het hoofd en dan rond je het daar mooi mee af. Ik zou zeggen veel plezier met deze massage en als je vragen hebt, neem dan contact met mij op. En natuurlijk komen er nog meer tips, dus ik zou zeggen tot de volgende. Groetjes Judith!